Michael, een 2-0 of een 2-1, dat is nogal een verschil, hè? Zeker een verschil. We hebben ons goed teruggeknokt eigenlijk in de wedstrijd. Een belangrijke goal gemaakt. 2-1. En ja, dat heeft een beter vooruitzicht naar dinsdag. Really good games last week. And now it was totally gone. But I explain you, because it's impossible to keep condition if you play every 3 days. And especially you change pitch always. For example, 2 days ago we played on artificial pitch, today on the normal grass, and we have a lot of injury, serious injury, small injury, Darfalu out, Jake Clark-Salter out, today Buting played with injury because he didn't train yesterday. I think this is the same situation for our opponent, but very difficult to show maximum level of football. Maar toch, als je kijkt naar het spel, de twee goede wedstrijden gespeeld de afgelopen week, en in deze wedstrijd leek het weer even helemaal weg. Ja, ik denk dat we eerst begonnen met een goed overwicht. Eerst een kwartier denk ik, daarna waren we kwijt. Eerste helft, daarna was zeker voor Groningen. En tweede helft denk ik, ja, ondanks dat we het wat open hielden, maar was hij zeker voor ons. En hebben we karakter getoond en vechtlust. En ja, dat moeten we ook zeker dinsdag gaan doen. Maar schrok je daar een beetje van dat het in één keer weg was? Sorry? Schrok je daar een beetje van dat het in één keer weg was? Nee, daar schrik ik niet van. Ik bedoel, ja... Dat kan gebeuren en Groningen ging wat opportunistischer spelen en wat meer druk. Ja, wij kunnen hartstikke goed voetballen en dat hebben we de tweede helft ook laten zien. Maar nogmaals, ook met karakter en vechtlust. En die combinatie moeten we dinsdag gaan inzetten. Yes, yes, everything is possible and 2-1, which is absolutely normal result for second game. Je hebt alles zeker in eigen hand, alleen je staat wel 2-1 achter.